is het wel de moeite waard om voor Let the Village Festival een eifel move te maken? Dus mijn eerste vraag is, moeten we voor Let the Village Festival 2024 een eifel move maken of niet? Let wel op, het heeft consequenties voor zijn werk, hè? Maar hoe denk jij erover, Frenkie? Ik zeg nee. Nee. Dus jij zegt Aaron, begin maar. T-Ross zit hier en vandaag hebben we episode nummer 4 van de Let the Village 20 Year Anniversary Podcast. En vandaag hebben we een speciale editie. We hebben een editie met videografen, editors. En we gaan het hebben over hoe kan je natuurlijk op de leukste manier content maken op je eigen socials. Dat is ook leuk voor je MC's, influencers, DJ. Heb ik MC's? Oh, MC's ook, ja. Dit is de Let the Village Podcast, de 4th edition, de special digital content creators. Aan mijn rechterzijde een prachtige dame, Michelle. Zeg even wie je bent. Ja, goedenavond. Ik ben Michelle Brans en ik ben fotograaf, videograaf. En dat doe ik nu al een aantal jaar voor verschillende bedrijven en events. Dat doe je goed. Aan de rechtszijde hebben we natuurlijk de getalenteerde DJ slash editor slash ad creator. Ik ben een digitale duidelijkpoot. Ik doe van alles en nog wat. Maar wat is je naam? Franklin Rodriguez. Oh ja, dat was hem. Ja. Ik heb een bedrijf en ik doe eigenlijk de marketing voor heel veel evenementen en marketing voor heel veel brands eigenlijk. Mooi. Gaan we straks verder. Hier hebben we de knapste man in Eindhoven. Sorry. Volgens jou. Sorry, Fons. En maar vertel even, wie ben jij? Nee, ik ben Aaron Tiggelovend. Ik ben eigenaar, ik vind dat kut woord, eigenaar van Digital Outlast. Wij doen videoproducties, geëikt op de evenementen en muziekindustrie. Mooi. En hebben we iemand die voor mij nog nieuw is, maar wel heel veel talent. Want eigenlijk is deze podcast bedoeld natuurlijk voor videografen en de toekomst daarvan. En jij bent volgens mij the next best thing. Maar kan je uitleggen wie je bent en wat je doet? Mijn naam is Trevor Zaalman en ik ben een entrepreneur op het gebied van video content marketing. Daarnaast doe ik ook inderdaad spreken als MC of als artiest ben ik aanwezig op bepaalde evenementen. En ik hou me ook bezig met de camera. Ja, dat is een beetje waar ik me mee bezig hou. Ik hou me bezig met verhalen bedenken voor bepaalde bedrijven. Dus zodat zij een bepaalde brandstory hebben die hun doelgroep aantrekt. Mooi gezegd. Ja. En daarom zijn we hier natuurlijk, want wij bij Let the Village hebben natuurlijk al jaren de Aftermovie. Waar we heel trots op zijn. We beginnen met de team die. Hoi Tim. En op een gegeven moment is druk. Hebben we gevraagd aan Digital Outlast, kun je het overnemen van hem? En ze maken prachtige Aftermovies. Maar wat me opvalt laatste tijd, is dat heel weinig mensen op YouTube kijken. Dat iemand die met zijn kleine Sony-kamertje een aftermovie maakt of een recap, vlog, heeft meer views dan wij. Ik denk, wat is het probleem dan? Is het wel de moeite waard om voor Let the Village Festival een aftermovie te maken? Dus mijn eerste vraag is, moeten we voor Let the Village Festival 2024 een aftermovie maken of niet? En jij mag als laatst. Jij mag als laatst, oké. Let wel op, het heeft consequenties voor zijn werk, hè? Ja, dus gewoon, heb je gewoon werkloos. Took my job. Maar vertel, hoe denk jij erover? Mijn eerste gedachte erbij is dat er wel een aftermovie moet komen, maar dat dat in een ander jasje zou moeten worden gestoken. Dus niet per se één video, maar het ligt verspreid over meerdere soorten kortere video's. Dat je publiek er ook meer bij betrekt. Dus wellicht dat mensen die toch met hun telefoon er zijn, kom weer terug op die telefoon, maar dat je die content ook gebruikt. Want dat is echt de beleving van de mensen die op die dag er zijn. Dus dat is even
Ja, want jij maakt ook nu... natuurlijk recaps ook voor... op Let Willis heb je recap gemaakt van de DJ. Ja. En in principe ook een aftermovie eigenlijk toch? Het is gewoon een recap van de avond. Ja, klopt. Maar als jij het volgens je nog een keer zou doen... hoe zou jij jouw recap van die DJ anders aanpakken? Nou ja, die video is eigenlijk al te lang. Die video die is denk ik 1 minuut 30 of zo. Veel te lang. Dus, na 4 seconden... Mensen hebben geen... Ja, nee. En als je kijkt naar video's en kijkt naar de spanningsboog van mensen... dan houdt het al een keer op naar 15 seconden. Dus dat is echt heel kort natuurlijk. Maar ik neig toch zelf te zeggen van... nou, begin gewoon met een video van tussen de 15 en 30 seconden. Ook omdat mensen dan nog zoiets hebben van... oké, wat was er nog meer te zien, meer te doen op zo'n event? Mm-hmm. Dan dat je alle highlights ziet en dan denk ik... oh ja, nou, dat was het dan. Ja, want maar die DJ voor je wie het gedaan had, die wilde per se ook anderhalf minuut, toch? Ja. Oké, okay, en dat is het probleem die we ook hebben natuurlijk met die aftermovie. We werken met z'n allen natuurlijk, hoe heet zoiets, eenheid. Dus iedereen beslist mee met de aftermovie, wat altijd heel goed is. Maar als we de vraag stellen, geen aftermovie, durft niemand nee te zeggen. Iedereen is bang van, zelfs voor, we zeggen nee en de kaartverkoop loopt daardoor minder. Weet je, dat is wel iets waar we heel te nadenken. Maar hoe denk jij erover, Franklin? Ik zeg nee. Nee. Dus jij zegt Aaron, geen baan? Nee. Ik vind het is nice to have. Maar als ik het budget mag verdelen, zal ik dat niet, ja, zal ik niet voor hem af te moeten. Dus jij ziet Aaron meer als een bijvrouw dan echt als je vrouw? Nee, okay, ik zal gewoon mensen het veld insturen. En ik zal, kijk, je hebt daar 30.000 mensen. Je hebt eigenlijk 30.000 verhalen. Juist. En dat wil ik zien. En ik wil niet een plaatje hebben van iets wat ik daar al ben. Ik ken niet meer af de movies. En heel vaak verschilt die aftermovie. Je kan eigenlijk die aftermovie van vorig jaar gewoon gebruiken. Niemand die het door heeft, bij wijze van spreken. Dus ik zal het anders inzetten. Ja, goed punt. De man met de muts. Ik ben het er wel mee eens. Zeg maar wat je zegt, klopt wel. Iedereen is daar. Je hebt genoeg content gewoon van de crowd eigenlijk. Maar ik denk dat je gewoon de aftermovie op een hele andere... Het moet eigenlijk niet eens een aftermovie zijn. Maar je moet gewoon meer een hele andere, wat jij zei, jasje hebben. Een hele andere soort... format hebben voor hoe je de event deelt met de buitenwereld. Zodat je nog steeds de high quality content blijft delen. Want we leven in een wereld, iedereen is met die telefoon bezig. Dus dat is de enige manier waarop jij mensen aan jou kan binden. Of niet de enige manier, maar voor nu, voor deze tijdperk, is dat de manier om te connecten met mensen. Dus je moet wel high-end content hebben om zeg maar jouw brand quality hoog te houden. Nee, ik snap dat wel, dat maar meer. Stel voor je hebt een budget van 10.000. Juist. Hoe zou je hem inzetten? Want zo'n productieteam wat hun doen kost best wel veel. Vaak moet het gelijk al na een half uur. Ja, dat gelijk als je hebt. Dat is belachelijk duur. Dan denk ik in mijn eigen van, met dat geld zou ik eerder een paar jongens of een kleine team of een grotere team neerzetten en dan zou ik meer budget gooien om het te verspreiden. Dus dat is, als er geld is, zou ik zeggen, tuurlijk, ik vind het ook wel nice. Ja. Maar in prio's dan... Ja. Snap je? Dat ja, ik begrijp je wel. Dus wacht even, jullie zijn allemaal over eens, het moet anders. Ja, ja. En dan hebben we natuurlijk de man die... zijn core business is aftermovies, dus... een beetje beledigd, denk ik, maar hoe denk jij erover? Nee, niet beledigd. Kijk, ik hoor sowieso een paar dingen hier aan tafel. Ik denk, super dope. Ik denk ook, het wordt dadelijk de UWV bellen. Kijken of die bijstandsuitkering nog kan krijgen. Ja, die zit voor je vriend. Zit er misschien wel in, hè, als dit de stemming is. Ik wil je wel in, hoor. Ik ben het er mee eens dat de traditionele aftermovies, als je vroeger was, de hype die daaromheen was, dat is tegenwoordig absoluut anders. Maar ik denk dat, en dat wordt hier ook heel goed benoemd, dat het hebben van een goede professionele videografische vastlegging van het festival, dat biedt meer dan de aftermovie. En ik denk dat het juist die combinatie is die het nog steeds rendabel maakt om wat neer te gaan zetten. Omdat je dus niet alleen die aftermovie gaat leveren, maar dat beeldmateriaal. Want uiteindelijk die aftermovie, tuurlijk, ik ben van mening, het is nog altijd belangrijk dat je hem hebt. Het is een soort pamflet voor je lokale bakkerij. Het is zo niet sexy, hè? Nee, ja, dat is ook gewoon kut, weet je wel. Mijn beroep is ook echt niet sexy. Maar het is wel een ding, weet je wel. Ik denk van, joh, als je dan toch de moeite neemt om een hele videoproductie op te zetten, voor wat de editing van een aftermovie dan kost, kun je hem maar beter gewoon hebben, want iedereen heeft hem. En zodra dadelijk het randje ervan af is en mensen zeggen van joh, de norm is niet meer dat het festival hem heeft, voel je vrij om weg te laten. Oké, maar concreet. Zelfs voor we doen, ontslaan jou. Geen Aaron meer, geen Diesel Outlaws. Maar we nemen je aan voor iets nieuws, iets geks.
Wel met diezelfde mooie redbeelden. Mm-hmm. Wel Komodo, want Komodo is goedkoper. Hey. Dan weet je dat vast. En wat zou jij dan doen? Even snel uit je hoofd. Dat is ook met Fons lachen om het feit dat we dus eigenlijk gewoon exact hetzelfde doen. Alleen dan dat je waarschijnlijk qua editing wat anders wil dan nu. Ja, maar wat zou die editing zijn? Nou ja, op dit moment, en ik ben daar heel transparant in, ik heb nog niet echt iets gezien waarvan ik denk, ja, dit is dé manier om je festival per se 100% van de tijd in de markt te zetten. En precies hetzelfde heb ik, en vandaar deze podcast, want ik heb, het moet anders al jaren. Ik kwam vorig jaar met een idee, toch? Zei je, luister, het idee kan, maar het wordt zo belachelijk duur. Wat is het idee? Ik ben benieuwd. Wat is het idee? Nee, het idee is, zeg maar, tijdens de, in plaats van een aftermovie, heb je echt een momentopname. Mm-hmm. Dan cinema geschoten. Dus een DJ draait op CO2 en die springt. Je hoort het geluid van de zaal. Je hoort het, je ziet. En ondertussen, door dat die beelden krijgt, zie je flashbacks van de onderzaal op dat moment. Mm-hmm. Dus het lijkt het meer real. Alleen, het is zoveel werk, zei hij. Jij zei van, beter doe je het niet. Beter vind je wat anders. En in de tussentijd heb ik niks nieuws kunnen verzinnen. Juist. Ik was heel enthousiast, maar Aaron had natuurlijk alles verpest in 2 minuten. Je weet dat mensen met zachte G zijn. Hè? Maar ik vraag me af, een aftermovie is net als een trailer van een film. Ik haat trailers van een film. Juist. Ze vertellen de hele film. Voice-over, geen voice-over. Bla bla. In principe is het gewoon heel stom. Behalve Christopher Nolan. Hij is baas. Maar het moet. Anders durven die studios het niet te doen. Want Warner Bros. Doet het zo nu. Iedereen doet diezelfde trailer steeds. En waarom? Ze durven geen risico's nemen. En hetzelfde met die aftermovie. Het kan zo zijn dat de kaartverkoop slechter gaat daardoor. Dat mensen zeggen van, wat is het voor rare edit? Is dit het festival? Huh? Juist. Dus ik vraag me af, hoe groot is het risico als wij een aftermovie doen? Niet meer doen bedoel ik. Ik vraag me wel eigenlijk af, want ik bedoel, op wat meet je? Want ik soms zie ik hele gruwelijke aftermovies, 100.000 views. En dan komt er een 16-jarige gozer, of in ieder geval een jongere persoon met een iPhone'tje. En dan, die heeft gewoon 10 keer zoveel views. Dus wat wil je ermee bereiken? Is het gewoon imago van, hey, wij zijn Latin Village, we zijn A-status, we gaan voor... Of, hoe effectief is het? Want als ik het ga meten en ik ga een campagne draaien, als ik met een gelikte beeld kom of ik kom eentje met een beetje beweging, presteert die beweging beter? Want mensen willen gewoon met mensen samen doen en niet met een brand, zeg maar. Dat heb ik ook met logo's. Als ik een logo van een bedrijf op een ad zet of ik hou die logo weg, zonder logo presteert beter dan met logo. Ja, maar... Dus ik vind het soms lastig. Ik denk van, ik snap het, maar als ik word afgerekend op performance van kaartverkoop, dan zeg ik, het levert me niet meer kaarten op. Snap je? Nou, dat vind ik altijd lastig. Nou, ik snap het wel, maar wat is het doel? Je moet je afvragen, wat is het doel van... Het doel is, de mensen die nog kaarten willen kopen, dus we zien, oh, zo was het festival. Oh, leuk. Maar elke aftermovie begint hetzelfde. Juist. 2 leuke meisjes lopen naar entree. Ze scannen een ticket. Een jas hangen ze dan al, ergens op, een kluisje. Ze bestellen een cocktail. Een mooie DJ stage. Dan zie je de DJ, mooi meisje, ander mooi meisje, ander mooi jongen. Andere stage. En dan gaan we 4 keer door. En dan eindigen we met de vuurwerkshow. En dan, hey, see you next year. Yes. Dankjewel, Aaron. Ja, maar wat ik nu heel erg merk, is dat de mensen die gaan zijn veranderd. Nu heb je jongere generaties en is heel erg op zichzelf gericht. Hun zijn zeg maar de sterren. Vroeger keek je naar een podium van, hey, je keek echt tegen een festival op. En nu is iedereen aan het vloggen. Je kan beter gewoon een Latin Village ding zetten op de achtergrond. Waar iedereen gewoon een selfie ging maken. Dat werkt bijna beter dan een hele... Snap je wat ik bedoel? Dus okay. Tijden veranderen. Dus ja. Ik heb iets van... Ja, kijk, weet je... Eigenlijk is wel vandaag ook Mark aan tafel komen. Mark van Helden. Love you. Hij kon vandaag helaas niet bij zijn vanwege een hele belangrijke kerstdiner. Dankjewel. Maar wat een geniaal idee. Dat buiten de iPhone komt. We kunnen het niet vertellen. Maar die wordt wel episch. Mm. Het gevoel van Latin Village. Maar dan om de mensen. Dus jij zegt precies om de mensen. Ik heb een heel leuk idee bedacht. En het zal nog 9 maanden duren voordat we kunnen filmen, maar hij is wel episch. Dankjewel, Mark. Love you. Sick. Ik ben nu echt helemaal blij wat het idee is. Wat is het idee? Precies, ik had ik leerde hem kennen in Egypte. Klinkt heel het gevoel om de mensen, oké. Maar waar is discussiëren en ik zeg, echt een movie. Die beeld is vet, maar het idee is gewoon heel flauw. Het is heel flauw. Weet je wat ook flauw is? Real. Op Instagram. Het is een hele moeilijk formaat. Want Arnold schiet natuurlijk prachtige beelden met de red. Prachtige beelden. En als ik een reel maak, dan zie je gewoon echt de hele diepte. Zie je niet meer. Ja, je mist gewoon shots. Klopt, ja. Is er een oplossing? Ja, wat bedoel je diepte? Je mist diepte. Ja, gewoon onder het, zeg maar, je hebt een grote stage.
En dan kan je een klein stukje pakken. Je hebt gewoon niet... Dat dekt gewoon niet... Het valt gewoon heel veel van je mooie beeld. Het is alleen mooi voor close-ups. Die portretshots is het heel mooi. Ja. Maar verder is het gewoon echt huilen met pit op. Ik ben zelf ook editor, dat wist je niet. Een van de beste. Toch, Tim? Ja. Shit. Die ja ook van, laat me ja zeggen. Hij moet. Ja, maar ik vind wel... Ik bedoel... Als je echt creatief kan gaan. Je hebt ook bijvoorbeeld, je kan ook die route zetten met zo'n 360 beeld, zeg maar. Dat je mensen zelf om je heen kan kijken. Dan heb je nog steeds die portret, maar dan... Snap je? Dat is een optie. Zijn wel mogelijkheden. Of bijvoorbeeld, je kan ook kiezen in plaats van een aftermovie. Je kan ook zeggen, jongens, iedereen stuurt al die beelden die jullie hebben geschoten. En je maakt daar een leuke een aftermovie van. Ik denk, je hebt gek wordt van die spam op je mail, maar... Ook goede, ja, dat zijn dingen, ik bedoel, het zijn maar dat zijn de dingen die... Want nu zijn we heel erg gefocust met... Oh, wacht, het moet gewoon de basic zijn. Maar Aron zegt al 4-5 jaar tegen mij... Shit, ik zou geen even moeite doen, man. Dat is gewoon, ik zag gewoon die beelden verdelen, kleine recaps. Heb je meer aan? Heb ik ook meer tijd om uit te zoeken? Want het kantoor had verwacht dat de laatste even movie van 2023, die geweldig is, dat die binnen 48 uur klaar zou zijn. Dus ik zeg, ik ging eens in discussie, die 48 uur. Ja, je weet wie je bent. Ja. En, thanks. 48, dat kan niet eens met al die... Nee, dat kan niet. En toen dacht ik, oh, als dit de podcast schiet, dan kan ik wel zeggen. Ja, precies. Mr. M. Maar misschien wat ik wel... Want die zeggen wel van, joh, de aandachtsboog is heel kort. Mm-hmm. Maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik denk wel van op het moment... Voor mijn zoontje bijvoorbeeld, die kijkt ook alleen maar stories. Maar hij kijkt ook tutorials van 2 uur. Ja, of, maar zijn zoon is een genie. Ja. Hij is echt een genie. Mm. Want hij kan op zijn 13e, kan ik nu nog niet eens. maar hij was wel jong begonnen. Maar ik bedoel meer, in plaats van een af te moeten, dan zou ik wel willen weten van, joh... Hoe gaat zo'n hele festival in, weet je, wat voor dilemma's hebben jullie? Weet je, dat je wel gewoon kan kijken van hoe bouw je die festival op? En bijna een soort van een movie. Juist. Dan zeg ik van, oké, dan wil ik wel eventjes gewoon een uur kijken van hoe is het hele proces. Je gaf een voorbeeld toen met die vuurwerk. Zei je van, het zou heel leuk zijn als je ziet dat die gasten 3 dagen bezig zijn. Mm-hmm. Voorbeeld. En dat de vuurwerk afgaat. Juist. Voorbeeld, maar dat zijn dingetjes. Ik denk, als je dat allemaal weet vast te leggen en je maakt daar gewoon echt een soort van een Latin Village Story, maar ook bijvoorbeeld... Ik weet ook het wel, expert DJ. Van hoe zit je met Amsterdam. Gaan met redden, kaas verkopen. Dat zou ik willen weten, die spanning. Want ik merk gewoon van, er is een heel veel spanning in die organisatie. Jullie doen het allemaal heel moeilijk. Neem die mensen mee. Dus wees gewoon transparant en neem ze gewoon mee. Dit is precies wat ik wou zeggen eigenlijk. Oké, nou, dan gaan we door. Precies. En inderdaad, het is niet dat de attention span niet hoog genoeg is, maar je bent gewoon... een minuut en een half lang steeds dezelfde shit, dezelfde dingen aan het laten zien. Ja. Zeg maar, op een gegeven moment ben je like, oké, ik heb het wel gezien. Hij gaat het volgende shot, de persoon weet zelfs van, oh, ik ga nu een mooie guy zien, of een mooie meid zien, of een mooie dit, weet je? Dus wat jij zegt is inderdaad een story maken. Eigenlijk zou je, dat doe ik nu met een van mijn klanten. Ze zijn... hij is een goede plugger, hè? Ja. Hoort je bedrijf? Crinzo. De Creative Insight Source. Oh, goed zo. Ja, toch? Zijn Instagram naam staat... Precies. Dus wat je zou moeten doen is een storyline creëren en duiken in wat is Latin Village echt? Wat is de core van Latin Village? En om die core heen ga je een verhaal bouwen. En je gaat ook gewoon deels dat scripten. Weet je wat de core is van Latin Village? Heeft 2 duimen. Yes. Nee, maar dat is eigenlijk... Ik ben het ermee eens wat jullie zeggen. Ja, maar heel veel mensen weten het niet. Ja, je bent de core. Jij bent de carrier of this whole concept. Ja, heel veel mensen weten het niet. Want ik heb het al zoiets van... Je moet niet opscherpen. Je moet niet, weet je, het is helemaal niet belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat ze het verhaal te weten. Ja. Weet je, een van die verhalen natuurlijk... Vorige week had ik natuurlijk een podcast met heel veel boze MC's. Ze zijn allemaal niet gek op mij. Ja, toch? TRC for President. En... dat ging gelukkig goed. Alleen toen realiseerde ik mij van... wauw, wat je echt... De MC en DJ had ik neergezet met MGG. In 2003, 4, 2 jaar had ik neergezet. En dacht ik... heel veel mensen weten dat eigenlijk niet. Heel veel mensen weten dat niet. Dat moet ik wel vertellen. Ja. Dus bij deze. It was me, man. Yeah, it was him. Maar buiten dat... het is natuurlijk een begin van iets moois. Kijk, we blijven die mooie beelden schieten van Aron. Juist. En die color grading van hem is next level shit. Ja, man. Echt waar. Ziek. Hij kijkt niet naar het scherm. Ik weet niet wat hij doet. Anders moet je ook niet met de redcamera gaan schieten als je dat niet kan. Nee. Ja. Maar redcamera is heel duur. Ja, dat wel. Dus, u weet. Oké. Maar zelfs we blijven gewoon die mooie beelden schieten. En zou die beelden die je hebt een oplossing kunnen zijn voor de content die zij willen maken? Of moet je alsnog andere beelden schieten? Oh, maat. Oh, jongen. Kijk, moeilijk, heel eerlijk. Ik, voor mijn gevoel zit je nu in die tussenperiode waar... En dat klinkt dan heel stom, maar je bent natuurlijk deels afhankelijk van wat de apparatuur
op de markt je kan bieden. En een van de dingen waar ik dan tegenaan loop, is dat één, ik wil de garantie hebben dat als ik iets schiet, dat het niet uitmaakt of daar nou een felle halogeenlamp van 90 watt ergens in het shot zit, ja of nee. Maar dat het er altijd representatief uitkomt. Want onderaan de streep is dat een garantie die je geeft aan de klant. Namelijk, joh, ik kom die dag, jij betaalt me daarvoor en ik lever jou een representatief product. Dus voor mij is dat limiteert me altijd op een bepaalde subset camera's. En als ik dan binnen die camera's ga kijken, dan kom ik heel snel uit dat allemaal nog producten zijn georiënteerd primair op horizontaal. Dus de lenzen zijn geëikt op horizontaal. Tuurlijk, je zou wel situaties kunnen creëren. Maar eigenlijk idealiter, als het nu op de markt zou zijn, een RED met een gigantische 4x3, waarmee je een hele set wide lenzen hebt, waardoor ik dus heel veel ruimte heb aan keuze van, nou ja, hè, van een canvas van 8K, dit deel, die hoek, die hoek, die hoek, die laat ik ten alle tijden vervallen en ik knip verticaal en horizontaal. Alleen, ik wil dat graag aanbieden aan mijn klanten, maar dan moeten ook die grote cinema leveranciers over de brug komen met een product die dat kan. Want ja, ik ben gierig. En ik ga heel erg zijn. Ik wou dat het er was. Ik wou dat Red nou zou zeggen van, joh, hey, hier heb je een grote vierkante Vista Vision en let's go. Maar je hebt toch nu een kimono? Die is goedkoper. Maar ik weet niet, misschien ligt het aan mij, maar ik heb het gevoel als je met een Ferrari rijdt waar je 50 mag. Ik denk van, joh, je hebt heel veel mogelijkheden, maar je gooit het op YouTube, compressie komt er bovenop. En wacht even, de conclusie is, jij hebt nooit in Ferrari gereden. Dat is geil. Ja, oké, maar even wat de mooie schone dame, Michelle, we hebben nu natuurlijk over aftermovies. Je had natuurlijk laatst een recap aftermovie gemaakt van een DJ. Je doet sowieso voor meerdere DJ's, doe je dat. Maar als je het volgend jaar doet, let weer eens 2024, wat zou je anders doen? Je had het over kortere tijd, maar wat zou je nog meer anders doen? Want nu is het echt inderdaad, DJ komt aan het podium, hij is de man, hij stelt de show. Ja, en dan en eindigt met dat hij zwaait of zo. Ja, nou ja, kijk, daar heb ik vooral zeg maar gewoon hem voornamelijk gefilmd en wat mensen in het publiek, een beetje het gangbare zeg maar. Maar ik denk dat mensen toch uiteindelijk wel gewoon iets willen terugzien. En een stukje live ook soms, dat is leuk, maar met zo'n DJ vind ik dat wel weer lastiger. Dus dan zou ik er toch eerder voor kiezen dat je toch wel wat meer met sound effects erin gooit. En een kort videootje van 30, 40 seconden en hup, eruit. Daar ga je gewoon niet moeilijk over doen. Maar anderhalf minuut is wel heel lang. Inderdaad, echt heel maar lang. Anders duurt het echt te lang. Ja, anders is sowieso lang. En die is gewoon saai. Als ik het ben, is het wel leuk. Kijk, voor jezelf vind je het leuk misschien. Nee, gewoon voor iedereen. Tuurlijk. Oh, ja, Nee, duidelijk. Ja. Nee, maar dit is wel, wat je wel zegt, het is wel heel moeilijk voor zo'n, want hij betaalt, jij verwacht ook die stijl, moeilijk om over te halen, toch lijkt me. Niet heel lastig. Ja, het is heel lastig. Want iemand heeft iets in zijn hoofd zitten en probeert diegene dan maar mee te krijgen. Maar het werkt gewoon niet. Maar, oh, misschien een hele stomme vraag. Maar waarom zou je op het moment dat de klant iets in zijn hoofd heeft, en jij geeft aan van, hey, ik zie dat anders. Mm-hmm. Waarom zou je hem moeten overhalen? Je zegt nu zo van, joh, het is jouw functie om hem over te halen. Maar hey, als hij zegt van, ik wil graag een rode auto. Wie ben ik om te zeggen, nee, blauwe auto is nu hip? Ik ben wel benieuwd. Jongens, we zijn hier om met oplossing te komen. Ja. We zijn hier omdat dit een historisch moment wordt. En dat al die andere festivals denken van, shit, ze waren eerder. We zijn hier om iets geks te vinden, iets nieuws. Ja. Met een mooie beeld van haar natuurlijk. Ja, maar iets geks nieuws. Weet je, de meeste organisaties interesseert helemaal niks. Die denken, aftermovie, hoeveel kost vorig jaar? Prima. Budget, alsjeblieft. Ja, ja, maar ik denk wat dit jaar wel heel anders gaat zijn. Want, altijd heel veel mensen gaan bezuinigen. Ja, nee, ik denk, de vraag is van, oké, je kan het allemaal proppen, maar weet je, moet je dat zeg maar doorbreken naar de klant toe? Is de klant niet blij van als het bij wijze van spreken 10 euro goedkoper wordt? Zonder al die poespas en titels en bellen. Dat kan je ook al vragen. Ja, het probleem is gewoon, zij verwachten gewoon dit. Als je iets anders doet, dan zeggen ze, is de reactie. Huh? Ja, is dat de mens, hè? Ze willen altijd kritiek geven de eerste keer. Maar iedereen kijkt naar elkaar, want dan hoor ik ook vaak van klanten, ja, maar die heeft het ook, maar die heeft het ook. Dus dan denk ik in mijn eigen, ja, jullie kijken onderling naar elkaar, dus zien, zeg maar. Ja, maar waarom lijken alle aftermovies allemaal precies op elkaar? Omdat zelfs het lelijkste festival heeft een mooie aftermovie. Maar precies dezelfde formule. In principe wel. Ja, omdat, ja. Ik noem het de filmtrailer. Je vertelt gewoon precies wat gebeurt. Ja. En je laat een stukje van het einde zien. En kopje kaarten. 17 euro bij de bioscoop. Oké, ik ga even vertellen. Dit is wat ik zou doen. Ik zou Aarontje hier Nielsen gaan regisseren. Right? Hij is goede regisseur. Ik zou gaan duiken in jouw verhaal. Duiken in Latin Village. Een script eromheen schrijven. Een combinatie maken met de beelden die hij schiet van het event. En een verhaal
schrijven rondom jou en de rest van de hele organisatie. En dat zouden we gaan opnemen. En dan gaan we daar kleine snippets van maken, reels van maken, die we delen. Mensen gaan daarin geïnteresseerd zijn. Je bent een guy die... je hebt veel energie. Mensen houden van energie. Ik ben rustig. Nee. Je hebt heel veel energie. Maar mensen houden van energie. Want er zijn heel veel mensen die geen energie hebben. En ze gaan er juist goed op als iemand dat met hun kan delen. Dus wat ik zou doen is de content van Latin Village... een story maken waarin men zich kan... zeg maar, een soort van verdiepen, alsof ze een film kijken. Want we hebben natuurlijk één, onze quote hebben we wel, be part of the Latin Village family. Juist. Als je bij de Latin Village komt, ben je onderdeel van de familie, behandel je ook als familie. De enige doel die we hebben bij Latin Village is dat je gewoon de mooiste dag hebt van je leven. Juist. Je kan geen kaartjes meer kopen, je kan wel registreren voor Latin Village Festival 2024. Hij is slim. Ik vind het een hele mooi voorbeeld. Kijk, en dat zijn ideeën die we graag meer. Want... Ja. Aaron stuurt al 4, 5 jaar. Shit, die aftermovie moet iets anders vinden. Het is zoveel werk om binnen 2 weken af te krijgen. Het is gewoon zonde. Mm. En ik wist niet wat. Elke idee die ik heb, zegt hij van, ik zie het niet voor me. Ik heb laatst ook gebeld, toch? Voor een gek idee. Ga je me vertellen. Maar gewoon altijd afkraken, toch? Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Vraag maar Tim. Ik kom met een gek idee. Hij zegt, Tim, dat kan niet. Maar ik vind het een heel leuk idee. En wat voor idee zou jij hebben voor Letter Willis? Als jij de Letter Willis mag directen? Wat zou jij doen dan? Hij is alleen de kamerman. Ja, precies. En hij luistert alleen naar jou. Dat is je service man. Nee, als ik dan even kijk naar een aantal andere feesten... waar ik geen naam van ga noemen. De mindere festivals bedoel je? Nee, er zijn een aantal andere festivals... maar die zeg maar al een beetje hebben nagedacht... over hoe je dat dan een beetje brandt. En ik zeg niet dat jij dat niet hebt gedaan, maar... Kijk, bijvoorbeeld, er is één festival... die maakt echt gebruik van het publiek. Het publiek komt daar puur en alleen om op de camera te komen. Ik denk dat Haarstadfeest gewoon... is. Is Haarstadfeest? Klopt dat? Nee, House. House ook? Ja. Okay. Maar mensen wat is zijn... de naam ook? Maar mensen komen er echt om op de camera te komen. Ze zien er altijd on point uit. Echt gelikt, weet je wel. En daar maken zij gebruik van. Maar dat is gewoon hun concept. Maar is het een groot feest of een groot feest, of festival is het? Het is een indoor festival. Ja, dat verschil. Want bij ons zijn 50.000, 40.000 mensen. Het is gewoon chaos. Het is echt niet te doen. Nee, true. Dus dat kan je niet met elkaar... Dat is meer een clubvariatie, kan je dat doen. En, ja. Maar we hebben ook al vannacht heel vaak. Maar het is gewoon niet te doen. En zodra hij aankomt met die redkamer van 80 kilo. Schrikken mensen. Nee, true. Nou ja, en wat zij doen is dat zij werken met zowel een professioneel camerateam... als een content team die gewoon echt on the low... zeg maar, wat meer dingetjes wat je gewoon los kan posten, zeg maar. Ja, dat klopt. En dat zijn wel dingen die je gewoon daarin kan meenemen. Want dan kan je gewoon tussendoor ook posten, gedurende het jaar door überhaupt. Maar dan komen we steeds met hetzelfde probleem, die real formaat. Nee, dat is geen probleem. Oh ja? Je moet het zien als bait. En als je het verhaal gaat creëren, wat ik zeg dat we moeten gaan creëren... dan kan je dat, zeg maar... doorsturen naar YouTube en uiteindelijk met zijn kwaliteit op een Netflix of een Videoland, zodat je dat gewoon gebruikt als, hey, wil je meer zien? Ga door. Je moet die reel niet zien als een probleem. Je moet die reel zien als een clickbait om naar de hele video te komen, waar je de full experience krijgt van het verhaal wat we creëren. Dat is hoe je het moet zien. Nou, de podcast is afgelopen, jongens. Like en subscribe. Nee, ik vind het, weet je, dit zijn de goede oplossingen. Je hebt natuurlijk de verhaal dat je vertelt en op verschillende momenten kan je verder kijken. Vind ik heel goed. Want kijk, wat gebeurt er met deze podcast? Dit wordt op YouTube gezet, toch? Ja, op YouTube. En wat gebeurt er op Instagram? Een pak voor real. Ja, en dat stuurt mensen door naar de dus eigenlijk video. Wat ik al bedacht heb, dat zeg je niet. Ja, okay, ja, maar ik moet wel zeggen, vaak wat je wel vaak ziet is dat de reels worden vaak bekeken, maar niet per se de hele podcast zelf, zeg maar. Nee. Vaak is het van, denk je, en dan op een gegeven moment, weet je. Maar ik denk eerlijk gezegd, je moet een combinatie maken. Want ik denk niet dat je... Dat, zeg je nou dat ons podcast niet goed bekeken wordt? Zeg je daarom? Nee, ik zeg over het algemeen is het zeg maar... Over het algemeen niet. Mensen die vormen vaak hun mening precies op die 15 seconden. Ja, en later, als je dan die hele podcast gaat luisteren... Maar kijk, als een paar keer, je moet het ook zo zien. Marketing werkt zo. Je moet iemand 8 keer bereiken voordat die persoon zegt... Oh, ik ga nu echt die hele ding kijken. Mm.
Begrijp je? Dus zodra ze 8 keer zijn hoofd hebben gezien, gaan ze denken van, hé, hey, wat is dit? Maar laat me even gaan kijken wat het is. Ah, dat dus sowieso. Het is gewoon, je moet ze gewoon een paar keer hebben aangeraakt. Alleen wat ik wel vaak merk is van, kijk, dit is dan een verhaal vertellen, leuk, leuk, aardig allemaal. Maar ja, uiteindelijk zegt die organisatie ook gelijk in dezelfde adem van, hé, hey, maar we willen tickets verkopen. Ja, we sell tickets. Hey. Dan ben je eigenlijk bijna aan het bedelen. Je wil een verhaal vertellen, maar je wil ook gelijk kaartjes verkopen. Nee. Organisaties, they don't care. Kijk, ja. Hey, blijf binnen budget. Dat hetzelfde vorig jaar, ja. Prima. We don't care. Ja, en ja sowieso... maar dat is dan, dus daarom denk niet ik, zoals van, er is niet één oplossing. Ik denk eerlijk gezegd dat jij gewoon eigenlijk gewoon, ja, je moet eigenlijk bijvoorbeeld, ik vind dat je voor TikTok eigenlijk een heel ander concept moet hebben. Het is dus niet één filmpje, dan kun je overal neer. Ja. Op TikTok doe je heel wat anders, op Snapchat ook weer iets anders, op YouTube doe je ook bijvoorbeeld weer iets anders. Dus je moet echt over na gaan denken, want de ene werkt niet bij de ander, nee, zeg maar. En nee, ik denk elk format is echt werkt prima, maar bijvoorbeeld om echt voor advertising moet je weer iets anders doen. Ja. En dat, je moet gewoon heel veel munitie hebben om te schieten, zeg maar. Maar niet, zit dat dan, in het beeld wat je schiet of zit het hem dan in de edit? Nou, allebei, want bijvoorbeeld, die hele toffe beelden kan wel werken, maar het werkt niet overal. Op TikTok denk ik van ja, die hele toffe epic shots. Ja, precies. En het is nog steeds in real formaat. En we hate real formaat. Ja, ja. Nee, maar waarom zou dat niet op een TikTok of Instagram werken? Nee, want er zijn superveel cinematische reels die gewoon gepost worden. Nee, maar jongeren kijken, die willen heel graag, die kijken vaak naar elkaar, zeg maar. Ik heb ook echt gelikte campagnes gedaan. Dan liet ik gewoon iemand gewoon iets inspreken van, joh, Busy bijvoorbeeld. Voor I Love Urban bijvoorbeeld hadden we twee campagnes. Ja, dat heb ik. En dus eentje had helemaal gelikt en allemaal hele toffe trailer met al die dingen. En op een gegeven moment hadden we eentje Busy op zijn telefoon. Yo, hey, ik koop een kaartje, dalala. Ja, ja. En die ging viral, die verkocht iets van in één week iets van 80 kaarten en die andere veel minder. En hoe komt dat, denk je? Ja, omdat mensen gewoon willen gewoon naar elkaar kijken, zeg maar. Ja, dus het werkt wel, maar het kanaal is weer anders. Eén is natuurlijk gelikt, komt echt over de commercial. En die andere lijkt gewoon real van Busy zelf, authenticiteit. Ja, ja, dat is dus ja. Eigenlijk zeg je dat de Letter Village Aftermovie te gelikt is. En eigenlijk een variant moet komen die wat meer real is. Nee, je moet afvragen waar je het toe voor. Ik vind het wel, als ik naar die ding kijk, denk van, wauw, ja. Epic, zeg maar. Maar het wil niet praktisch zijn dat ik gelijk een kaartje ga kopen. Maar je bouwt wel je reputatie, zeg maar. Je denkt wel van, hé, serieuze shit, zeg maar. Maar ja, je kan niet elke dag dat gaan posten, snap je? Ja. Dus je moet gewoon over nadenken van, hoe kan ik elke dag iets gaan posten en dat het toch boeiend blijft, maar en toch nog één geheel is, snap je? Dat. Ik heb nog steeds niet het antwoord over de real formaat. Kijk, het probleem natuurlijk is, op real, ik weet niet zelf dingen laten zien die jij schiet in met de red. Absoluut niet. Nee. Ja, maar ik denk, maar wat moet je dan als we beelden gebruiken of voor real? Maar wat ik grappig vind, als het zo gruwelijk is, waarom doen mensen dit niet? Als het, weet je, het is veel moeite voor mensen. Eén stap terug. Op het moment dat ik iets schiet op mijn telefoon, dan schiet ik iets en dan over het algemeen... Nee, ik bedoel kijken. Onbewust. Nee, maar ook qua kijken, überhaupt. Op het moment dat ik iets bekijk op mijn telefoon, het apparaat is over het algemeen gemaakt op. Dan moet ik ook heel eerlijk bij zeggen, ik ben ook iemand, als ik s'avonds in bed lig, kijk ik YouTube, want ik kan niet slapen. Mm-hmm. En dan gaat het ding wel degelijk zo. Omdat degene die het gemaakt heeft, op dat moment dat schiet. Maar dan heb ik het ook over een video van 20 minuten. Ja. Weet je? En dan zit ik wat gameplay te kijken van een computer, die heeft dat scherm zo, dus wil ik het zo consumeren. Het punt is, je haakt er te veel op in dat het een of het ander moet zijn. Het lastige, in mijn ogen, is het probleem helemaal niet van, joh, wat ga je met die reels doen? Nee, het lastige is nu van, joh, waarom hebben we er af en toe moeite mee om die reels los te laten gaan? En waarom gaat de een wel viral en de ander niet? En die voorbeelden gaan natuurlijk beide kanten op. Hè? Er zijn voorbeelden van iets commercieels wat echt zwaar, zeg maar, mijn neefje in zijn woonkamer overtreft qua views, en de andere kant op. Dus ja, ik heb daar nog geen antwoord op, ben daar heel eerlijk in. Maar ja, ik denk wel dat uiteindelijk het ding is. Het is niet het een of het ander. Ik denk dat beide gewoon cruciaal zijn tegenwoordig. Er is superveel verticale content. Er is superveel horizontale content, nog altijd. Of dat verandert? Geen idee. Daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Maar dat is nu wel de staat. Je hebt eigenlijk beide. Hoe ga je daarmee om? Ik denk, want je vecht eigenlijk voor aandacht. Ja, en mensen, altijd. En zeker de jongere generatie, die zijn, zeg maar, reclame moe. Sterker nog, die zien niet eens banners, die swipen het gewoon weg. Oude generatie, die kan je nog mee triggeren, maar de jongeren helemaal niet. En ze zitten een beetje in een soort van een swipe flow. Dus het moet eigenlijk binnen 3 seconden moet je het eigenlijk al vertellen. Ja, ik vind het dan, hoe ga je in 3 seconden een... Maar misschien ligt daar ook wel het probleem. Hè? Op het moment, en dit is dan iets, en dan pak ik gewoon echt een heel dicht bij huis voorbeeld. Als ik en mijn vriendin, als wij TikTok zitten te kijken, of als wij naar YouTube kijken,
wij zijn op een gegeven moment zo moe en immuun. En als ik kijk naar de producten die ik daadwerkelijk koop, is het niets wat ik daar voorbij zie komen. Tuurlijk, die krijgen mijn view wel. Maar wat koop ik nou echt? Dat is dat ik op tweakers.net lees, hey, er is nu eindelijk een accupakket uit waar je je MacBook mee kan opladen. Ik denk, super hard, kan ik en mijn iPhone en mijn MacBook en mijn Android telefoon alle drie tegelijk opladen. Nerd. En het ziet er mooi uit. Maar ja, dat is wat ik uiteindelijk koop. En wat is dat? Totaal geen betaalde advertentie, maar namelijk iemand die gewoon zelf schrijft, hey, dit product is een aanrader voor een kerstding en het verschijnt op hun voor kerstcadeautjeslijst. Ja, kijk, en dit is precies het punt waar ik over wil hebben. Dat is een nieuwe stelling. Ik merk dat Instagram, we love you Instagram, heel moeilijk is de laatste tijd. Ja. 3 jaar geleden had ik een post 400 likes en nu haal ik 150, 200 met moeite. Ja. Ik geloof ook niet dat het beter wordt. Nee. Is het niet misschien beter dat jij... Je kan 2 opties. Of je blijft doorgaan met Instagram wat je doet. Je investeert 10 uur per week aan, zelf voor de content. Of je verdeelt die 10 uur aan iets anders. Bijvoorbeeld je eigen mailing, je eigen app. Of een of andere nieuwe upcoming platform zoals Tic-Tac-Toe. Hoe denk jij erover? Nou ja, ik ben er daar niet helemaal mee eens. Instagram kan je cancelen, weet je. Ja, precies. That's why I love you. Nee, ja. Kijk, ik ben het eens dat Instagram niet meer helemaal lekker loopt. Nee. Maar het niet posten is ook een gemiste kans. Dus ik zou wel vooral lekker blijven posten. Maar je geeft geen antwoord nu. De vraag is eigenlijk, moet je gewoon doorgaan met die date? Of moet je liever de tijd verdelen? In plaats van 10 uur Instagram doe je 2 uur Instagram. Dat je wel evil content hebt. Hmm. En die 8 uur investeert in mailing, een app... Of iets geks. Sowieso, don't put your eggs in one basket. Never. Nooit. Het verbaast me dat jouw Amerikaans zo goed is, maar... Wow. Ja, maar klopt. Maar praten we nu over organisch of is het gewoon... Het maakt helemaal niet uit. Het gaat om dat Instagram later gewoon veel moeilijker is. Wij merken ook bij Let the Wereld. We hebben nog best veel bereik, natuurlijk. We zijn Let the Wereld, nummer 1 festival in Nederland. Hmm. Wij bereiken nog best veel mensen, maar je moet er best veel voor doen. En wij zijn echt heel creatief met content. Echt super creatief. We hebben een hele goede editor. Hmm. Deze manier. En je komt wel ook met gekke dingen. Maar ja... Misschien is dat het probleem. Nee, joh, grapje. We zoeken nog een Afro DJ nodig. Let me in 2024. En meld je naam bij info@dreceipt.nl. Nee, maar ik denk dat het een het ander niet moet uitsluiten. Juist. Ja, weet je het. Maar uiteindelijk, wat we altijd doen, we komen niet met oplossingen. Kijk, en dan vraag ik jou even snel. Wat zou jij doen? Doorgaan met Instagram hoe je deed, want... Content, het is wel mooie content en iedereen checkt Instagram wel even of voor boekingen, weet ik veel wat. Of zou je zeggen, luister, investeer geloof in iets anders? En ik wil liefst concreet antwoorden. Ja en nee. Dus ja, investeer in wat anders, maar laat het bestaande niet te veel verwaarlozen. Probeer daar een balans in te vinden, ja, zou ik zeggen. Want wat ik een tijdje deed, dan ben ik van afgestapt. Ik maakte op eens hype edits van Let the Wereld. Ik was 8 uur bezig, voor 15 seconden. Zag er prachtig uit. Maar na 2 edits had ik alle beelden gebruikt van Let the Wereld, van hem. Ja. Dus ik was er doorheen en dacht, ja, wat moet ik nu dan doen? En toen dacht ik, oké, als ik iets maak, moet ik in die 8 uur 5, 6 filmpjes kunnen maken. En dat het gewoon niet te veel tijd kost. Nee. Dus ja. Dankjewel, Savage Chicks. I love you. Goeie tip voor jou. Maar hoe denk jij erover dan? Moet ik de vraag herhalen? Ja, graag. Nou, dezelfde aandacht geven aan Instagram voor content, wat je altijd al doet, wat je nu al iedereen doet. Terwijl eigenlijk Instagram steeds moeilijk te bereiken is. En ze willen ook je geld tegenaan gooien, wat heel goed voor jullie is Instagram. Natuurlijk, is heel goed. Of je investeert die uren die je maakt voor Instagram op een ander kanaal. Ja. Eigen platform, eigen app. Eigen app via China kost bijna niks. Juist. Krijg je allemaal spelfouten, maar kost bijna niks. Kijk, ik zou het beide doen en dan je aanpak gewoon op Instagram continu blijven aanpassen. Tot je denkt van, oh, dit werkt. Want het is niet dat Instagram niet goed werkt. Het is dat wat jij doet niet goed werkt. Begrijp je? Wat jij doet moet aangepast worden totdat de doelgroep met jou verbindt. Dat is hoe het werkt. Dat is communicatie. Nou, ik denk, de doelgroep blijft continu veranderen. En jij moet weten, hey, wat wil de doelgroep? Kijk, luister, wij doen alles op gevoel. Ja, wij zijn gevoelsmensen. Je ken je al heel lang, je hebt nog gevoel. Maar er is één persoon die heeft geen gevoel. Dat is een robot. Dat is hij. Nee, maar hij doet alles op analyse. Nee, maar het is gewoon de Terminator. Maar Nee. Maar kijk, jullie spreken heel veel uit emotie. Maar kijk, ik kijk gewoon naar de cijfertjes. En wat je ziet is dat... Kijk, Instagram is niet zo veranderd. Alleen de mensen gebruiken Instagram heel anders. Anders, ja. Het is heel veel zenden. Dus als je gaat eten, foto posten. Iedereen zet heel veel als erop, maar er zit geen interactie in. Dat is het probleem. Dus iedereen post van alles wel, maar
als ik iemand voorbij zie, ik doe gewoon een like en ik ben klaar ermee. En bijvoorbeeld TikTok, dan heb je meer interactie, zeg maar. Dus mensen zijn te veel met zichzelf bezig. Het is gewoon, oh, ik heb een mooi plaatje geschoten en klaar. Oh, ik heb een foto genomen, klaar. Dus er zit weinig interactie. Dus er zit gewoon te veel aanbod en weinig vraag. En bijvoorbeeld bij TikTok en Snapchat is het wat anders. Daar heb je, zeg maar, dat gaat heen en weer, zeg maar. Dat is het probleem. Maar Snapchat zien mensen als soort WhatsApp, toch? Achtig, ook om te communiceren met elkaar. Ja, ik snap helemaal niks. Dus de communicatie, bijvoorbeeld als ik moest kiezen, dan zou ik eerder adverteren op Snapchat. Ja, is het zo? Ja, daar heb ik betere cijfers mee. En ook een stuk goedkoper, want weet je wat het is? Op een gegeven moment met die reclames op tv werkt het niet. Op een gegeven moment zijn die grote bedrijven die hebben opeens Meta ontdekt. Ja, en iedereen weet natuurlijk, Meta is gewoon een veiling. Dus op een gegeven moment kom je niet met je €50 per dag, kom je er gewoon niet doorheen. En dan denkt iedereen, het werkt niet. Het werkt wel, alleen het is gewoon super duur geworden. Maar vertel even, zeg maar, een feest met 5000 man. Hoe duur is die campagne? Noem geen naam. Nou, ik heb uitgerekend, het kost een organisatie ongeveer tussen de 8 à 10 euro om een kaartje te verkopen via Meta. Dus ik heb het gauw gezien van, jongens, dit is... Ik moet wel zeggen, ze hebben wel qua beste, je kan wel kwalitatief het beste je campagne inrichten. Maar het is veel te duur. Want als een kaartje €20 is en het kost jou tientje, jammer dan, gaat het niet worden. Maar heel veel organisaties meten dat gewoon niet goed door. En bij TikTok zit je ongeveer op €3 en in Snapchat tussen €3 en €4. Maar omdat mensen denken, ja, ik gooi €100 en kaarten komen binnen. Maar als je het echt gaat doorberekenen, dan is Meta eigenlijk gewoon niet te betalen. Maar dat hangt ook af van de doelgroep, hè? Ik denk niet dat, zeg maar, welke doelgroep is er Snapchat en TikTok? Oh shit. Nee, maar vroeger bijvoorbeeld zet je bijvoorbeeld €100 en met je €100 had je misschien een bereik van 30.000 mensen. Mm-hmm. De kans dat iemand 10 kan. Ik ben echt benieuwd voor welke soort producten of diensten jij, zeg maar, je marketing doet. Van alles. Feesten, grote, ja. Meteen, best wel grote bedrijven, maar ik merk gewoon dat Meta is gewoon... Hij werkt echt bij heel grote bedrijven, hele grote populaire festivals. Ik geef een voorbeeld. Ik denk dat 70% van alle organisaties die ik in evenementen zie, dat de meeste mensen gewoon niet eens hun tracking goed hebben staan. Ja, precies. Ze hebben geen idee. Wat is de tracking? Nee, ze weten wel wie ze targeten, maar ze weten niet van, oké, wat levert die €100 op. Concreet op aan kaartverkoop? Want ze werken vaak met een agency. Mm-hmm. Nou, je geeft een agency voor budget €1000. Mm-hmm. Maar als je dan vraagt van, wat levert het op, zeggen ze ja. Oh. Ja. Zeggen ze bijvoorbeeld ja. Nou, weet je, je hebt vandaag 30.000 impressies en 40 kliks. Maar dan zeg je van, leuk, hoeveel kaart heb je dan verkocht? Ik was met Aaron, dat doen we één keer in de drie weken, hebben we een man hour. Dan gaan man we gewoon, okay. Wij als mannen bier editen, heel raar. Geen dat maar... zou ik in beeld willen brengen, grap. Ja, gewoon editen vinden leuk. Echt twee nerds. Je bier meeneemt. Ja. Ben je van harte welkom. We zitten in Eindhoven. Kom gezellig langs. En ik zei tegen hem, vroeger toen we de Eftelmovie op Facebook gooiden, hadden we echt iets van... Tim, hoeveel views hadden we toen? Jij gemaakt had? 180.000. En op YouTube net 10.000. Dus ik denk, het is wel veel. Toen zei jij tegen mij... Vertel het maar. Er is, is toen ook een heel gedoe geweest omtrent de view-tracking. En wanneer is iets een view? Ik vind nummers, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook zo'n scheidneurd. Ja, nummers zijn cool. Ik vind dat vet. Leuke nummertjes, grafiekjes. Hè? Dat is lekker tastbaar. Maar en hetzelfde wat je net zegt. Net zeg je van, joh, hoeveel kaarten heb je nou verkocht? Dus ik maak een advertentie. Ja. En dan is wat je gaat meten is hoeveel kaarten heb ik van die advertentie verkocht. En dan ben ik mee eens. Ja. Superleuk om te weten. Maar dan komt mijn ramvraag. Mm-hmm. Hoeveel van die mensen die zo'n advertentie gezien hebben en de kaart gekocht hadden, hadden het kaartje sowieso gekocht. Vonden je advertentie? Dat heb je niet. Ja, maar goed. Dat weet je niet. Dus, en dat is dan hetzelfde als dat er allerlei onderzoeken in opspraak komen. Als ik een onderzoek doe en ik meet een nummer, dan moet ik ook een baseline hebben. Dus ik heb een medicijn voor diabetes. Jij hebt diabetes, jij hebt diabetes. Jullie allebei zijn voor de rest identiek gelijk. Dan zeg ik, oké, ik ga meten hoe effectief is mijn medicijn. Dan moet ik één van de twee recht in de ogen aankijken en zeggen, jij krijgt niks. Je gaat sowieso dood. Hij krijgt het wel. Oké, dat is moreel gezien niet verantwoord. Dus de wetenschap zegt, dat gaan we niet doen. Want je kan haar niet laten sterven als je er eventueel kan redden met het medicijn. Maar er zijn dan ook mensen die zeggen van, ja, maar om het medicijn goed te keuren, moeten we wel weten wat nou het verschil is. Hè, iemand die het niet neemt en wel neemt. Maar wie gaat dat proefkonijn zijn? En datzelfde vind ik met die views ook. Nee, maar dat snap ik. Maar kijk, tijd is veranderd. Kijk, tegenwoordig ziet iemand misschien op een dag 150 advertenties. Dus je komt er gewoon er niet tussen als je niet betaalt, zeg maar.
Je komt niet organisch, krijg je die advertenties niet zomaar te zien. Tenzij je ze echt gaat volgen. Maar ik zie niet hoe dat mijn punt is niet dat een advertentie wel of niet slim is. Mijn punt is, je noemt nu een cijfer waarvan ik gewoon sterk in twijfel trek wat de meetbare waarde is van dat wat je noemt. Ja, want ik had je niks verkocht als je die advertentie niet hebt. Prachtige vraag. Ja, als ik letterlijk stop met adverteren, ik zet hem op pauze, dan dropt het gewoon naar beneden. En het wordt voor een mooie schone dame hier naast me. Ja, maar ik denk, ik bedoel, en ik ben het wel eens met jou, want je hebt met Latin Fillers dan in ieder geval gewoon vaste mensen die altijd komen. Nummer 1 festival. Koop je kaarten nu. Dus die zouden sowieso kopen. Of er nou een video wordt gepost of niet. Of er reclame is of niet. Ja. Of een actie. En dat dus, is een hele goed punt. Zij snapt het. Maar dat is jouw baas boven baas. Ja. Ja, want ik was laatst. We hebben die gekke dingen zijn wat zin natuurlijk. Die podcast is ook natuurlijk onderdeel van onze marketingstrategie. Ja, om ons te uiten. Maar ook om natuurlijk zichtbaar te blijven over 20 jaar bestaan. Exactly. 18 augustus. 2024. Ja, maar wacht. Ik zag laatst een hele tof festival. Ik ga niet de naam zeggen, waar ik ook gedraaid heb. Met een hele tof trailer. Met La Fuente. Een bepaalde DJ. En denk ik, ja. Gaat dat werken? Maar ze weten ook niet anders wat ze moeten doen. Ze weten niet wat ze moeten doen. Nee. Maar denk ik, ja. En dan weet ik nou, de second line of release. En denk ik, boeien. Dat is niet dat ze er alsof staat de weekend komt. Nee, het is gewoon de standaard DJ's die in Nederland zijn. Zonder dieren sheet. Dus Facebook nodig. Maar en dan dacht je, ja, ze weten gewoon iets anders. Het is heel moeilijk. Ze durven niet te uitstappen. Het heeft altijd goed gewerkt, toch? Maar misschien is wat jij zegt klopt. Die kaarten waren toch al verkocht. Met of zonder line-up. Waarom zou je line-up vertellen in december al? Waarom? Dat is gezonde. Ja, gewoon... hoe lang hou je het voor? Want op een gegeven moment... Ja, ja. Die mensen worden steeds ouder. En je hebt toch weer nieuwe generatie die moet komen. En door de COVID heb je een gap. Want die gasten die toen 18 waren... Die zijn, op een gegeven moment zijn ze 20. Die hebben niks meegemaakt. Hoe ga je die naar je festival krijgen, terwijl die kaarten gewoon bijna zijn verdubbeld qua prijs? En dat is de podcast die we wel een keer gaan schieten. We gaan met 4 mensen aan tafel zitten van de gratie 1829. En die gaan vragen, wat gaat er jullie heen? Vind je festivals leuk? Vind je clubs leuk? Of vind je het stom? Het is binnenkort een podcast met 18-jarigen. Nice. Heel nice. Want ik heb geen idee wat ze denken. Ik heb geen idee wat ze denken. En je moet het weten. Ja, ik vraag anders kan je niet met ze connecten. De eerste vraag is natuurlijk, ken je die receipt? Dan zegt ze, nee, is het afgelopen. Yeah. Dus doe je research, die receipt. Nee, het is natuurlijk zo, wij zijn hier bezig natuurlijk met gekke dingen verzinnen. We gaan jullie natuurlijk ook even uitlichten natuurlijk op onze social media. Op Instagram, op Facebook. En natuurlijk in mailingbestand. Dus wat ik van jullie heel graag willen, ik weet niet of jullie vooral dat laatste. Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden, maar dat jullie allemaal een Latin Village 20-year anniversary edit maken. Wij geven jullie alle beelden. Yes. Je hoeft niet te gebruiken. Echt? Thanks, man. Sorry. Ik vind het leuk om gewoon weer terug te geven, toch? Ik stel graag. Maar dus we geven je beelden. Je mag doen wat je wilt. Je mag voor mij bedoel je een wit beeld en een logo. En dus, het is mijn edit. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben artistiek. Of je denkt, weet ik wat? Ik ga gek doen. Wat ik vandaag zeg op de podcast, dan ga ik terug laten komen in die 20-year anniversary. Hij mag 10 seconden zijn, 20 seconden, een minuut. Maximaal een minuut, toch? Op Instagram. En weet je wat zo leuk is? Tenzij je gewoon een goede verhaal hebt. Punt. Hij met zijn verhalen hebben. Ja, toch? Ik ben bang voor edit. Want kijk, we gaan deze ook op YouTube gooien. Dus ik wil hem in reel-formaat, maar ook op YouTube-formaat. Maar okay. YouTube Reel is echt YouTube. Okay. Echt YouTube. Thanks. Want het wordt zo'n geweldige edit. Dit moet gewoon op YouTube. Misschien gaat die verhaal. En ik geef je allemaal carte blanche. Alleen enige eis is het logo van Latin Village Festival en 2020 en 18 augustus. Ik weet wat ik doe. Ik laat mijn zoontje van 13 ook een edit maken. Hij heeft een zoontje. Dan zie ik dat daarnaar. Het is wel vals spelen. Dan gaan we niet jouw gezicht gebruiken op de... Want in principe komt het real. Komt natuurlijk een foto staan van de prachtige Michelle. Dus dat staan voor heden. Nee, ik ben wel benieuwd hoe de jonge generatie tegen... Ja, zijn zoon is wel fucking goed. Hij heeft ook Forever X, feest van mij, van Savage X. Ja. Had hij ook gemaakt en had hij niet verteld. Hij zei later, ja, mijn zoon gemaakt. Ze heeft je zoon gemaakt. Zo vet. Hoe dan? Echt raar. Hij kan CGI dingen echt... Eigenlijk, volgende keer moet hij erbij zijn, niet jij. Yeah. Ja, hij is pleeggoed. Dus. Nee, maar weet je... Het is een andere generatie. Dat is. Heb jij al een idee wat je gaat maken? Je hoeft niet te vertellen nu. Heb je al een idee wat je gaat doen? Ik ga het niet vertellen, maar ik heb wel een idee. Ja, want kijk uit. Want hij is copycat. Oh, ja. Heb jij al een gek idee? Want in principe, het is geen strijd. Maar de winnaar krijgt wel iets leuks. Mm. Wat is toch dat? Een strijd. Wat is dat? Ja, ga je niet vertellen. Een koptelefoon? Nee, maar weet je, we hebben niks aan een... Iets wat Aaron al heel lang maakte. Het moet gewoon out of the box.
Het moet gewoon iets geks. Jij hebt een story. Jij komt waarschijnlijk met een hele gekke verhaal. Aaron gaat ook wat nieuws maken, toch? Ja, hij gaat ook iets nieuws maken. Ja, heel moeilijk voor Aaron, want Aaron die houdt van steady. Spannend. Maar als hij met iets geniaals komt... Maar wat gaan we het dan beoordelen? Want ik bedoel, als het een smaakkwestie... Luister, het doel van de film. Het is... Er is één jurylid, dat ben ik. En Tim. We gaan oordelen op creativiteit. Mm. Originaliteit. Mm-hmm. Out of the box. En natuurlijk het gevoel van Let Weer eens Festival. 20 jaar bestaan. Terugkomt. Dat is het belangrijkste. Yes. Dat was lastig. Oké. Ja, dus we gaan de podcast natuurlijk editen. Zo is het nooit geweest. We gaan de podcast editen. Er ook beelden in van jou. De afgelopen 20 jaar. Het hoeft niet, maar hoe meer beelden hoe meer kans je maakt. Maar zit er beelden, als jij beelden van hem gaat zoeken? Als je die nasty shots wil die je eigenlijk niet mag publiceren, kun je altijd even gewoon appen. Ja. Dat zou ik wel willen zien eigenlijk. Oh, daar zijn ze. Exposed. Dat zou ik wel willen zien. Alle shots die het niet hebben gered in de afgelopen 20 jaar. Die wij zoeken nieuwe regisseur van Let Weer eens op. Hallo, Tim UWV. Hallo. Oh, ja, shit. Tim, oké, top. Tim, welkom bij. Tim heeft het al meegedrukt, maar goed, leuk. Oh, heerlijk. Oké, maar dan... met die reel komen we nog steeds niet uit, maar het is volgens mij het is gewoon zo. Ik geloof ook niet, je had telefoon toch? Mm. Dat mensen echt die telefoon om gaan draaien. We hebben ook geprobeerd de rotate your phone. Het is te veel moeite. Het is te veel moeite. Waarom? Het komt toch dit gaat nooit weg. Het blijft altijd zo. Wij moeten met dealen, dat denk ik. Ik merk ook, jullie komen ook niet met een oplossing. Er is geen oplossing, denk ik. Nee, maar ik bedoel, er is geen oplossing. Geen huis groeit op met een portret. Er is niet één antwoord, denk ik. Nee, maar, dat ook nog. Ja, maar het is niet, zeg maar, het is iets wat niet weggaat. Net als een... Maar. Ja. Nou ja, dan kijk, en wat dingen zegt. Als de lenzen daar uiteindelijk opgebouwd zijn, dan... Dan komt ook weer die fucking 4x3, hè? Die hot take. Ja, je bedoelt echt die heet veel eten achter de lens. Stel je voor, zeg maar, vroeger had je nog die vierkante schermen. Ja? Ja, 4x3. Het voordeel daarvan is, stel je voor, zou nu een red komen, die neemt 4x3 op. En je zou een hele set veel wijder dan wat wij nu gebruikelijk hebben aan lenzen hebben. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ga iets filmen. En ik weet gewoon bijvoorbeeld wat ik film, dat de onderste hoeken. Dus ik film eigenlijk al met als idee, ik heb recht en... Tuurlijk, je zou kunnen zeggen met een ja, maar dit is het is een technische oplossing. En, nee. Creatief. Oké, creatieve oplossing. Want het biedt je... Hè, mijn creativiteit wordt geremd door de tekortkoming van het beeldmateriaal. En alle liefde voor iedereen die bij ons voor Let in filmt. Alleen, je hebt altijd momenten dat ik denk, en zeker bij de reels... kut, Mar heeft dit echt fucking mooi horizontaal totaal geschoten. Alleen, ik mis net even... ruimte. Ja, dat was het maar wijder. Alleen, tijdens de after denk je dan even... Oké, ik ben blij dat het niet wijder is. En dit... concessies. Mm. Aan alle kanten. En je houdt van wijd. Ja, bij de camera lens. Nee. Maar het is wel zo. Tip van alle cameramensen. Als je schiet zo dat ook makkelijk geknipt worden voor story. Makkelijk. Juist. Want ik geloof ook niet als je... Ook want ik had laatst een AD-feestje in Steekhoek Leidse. Oh, waar geweldige cocktails zijn. Franklin, hou je mond. Oh. Die cameraman, ik heb hem gewoon teruggegeven, die heeft alles, grapje, love you, alles geschoten in storyformaat. Dacht je, ja, maar ik kan hier niks mee, man. Ik kan hier niet op YouTube, maar ik kan hier niks mee. Hij heeft gedaan, gewoon, hij dacht, oh, jullie hebben toch een story, maak een story, maar dat is niet the way. Dus wat is wel the way, als je wil weten? Lieve comment. Je ziet het, als ik stil ben, is het heel awkward, hè? Nee, joh, helemaal niet. Ik kom gewoon op mijn gemak hier. Maar... heb jij een leuk idee wat jij zou doen met de speciale edit, de Digital Outlaw edit? Je hoeft niet alles te vertellen, maar sneak peek mag wel. Ik heb geen flauw idee, maat. Maar, ik moet wel zeggen, ik ben wel heel benieuwd. Ik wil wel even een kleine, zeg maar, shout-out naar verhaal. Mis ik vaak echt. Op Sint Lucas, een van de dingen waar wij vaak op hameren is verhaal. Wil ik zeggen? Mijn... ex-compion geeft daar les. Ik bevond. Ik heb daar ook al wat workshops gedaan. Mm-hmm. En een van de dingen waar we daar vaak tegenaan lopen... is dat mensen soms verhalen een beetje achter... te veel naar achter schuiven. En het is altijd juist. Die concessie, weet je wel. Want ik ben ook helemaal eens met een stukje gaan meten van... wat wil je bereiken? Waarom doe je iets? Stel jezelf die vraag. Waarom ben ik iets aan het doen? Waarom doe ik dit überhaupt? Dat is ook een hele goede. En dat sluit heel erg aan bij het stukje nummers. Maak het meetbaar. Ondanks dat ik dan van mening ben dat ook sommige nummers echt gewoon... Ja,
niet alles zeggend zijn. Ja, maar uitkijktijd bijvoorbeeld. Ja, maar ik wil wel even die shout-out geven dat ik ga... Ik hoop dat ik zeg maar een beetje een combinatietje kan maken tussen iets van verhaal en toch die korte, moderne... ja, dat het iets vertelt in een tijd waar mensen niet meteen denken van... joh. Maar laat ook eerlijk zijn, het is en blijft gewoon een advertentie. En soms denk je bij jezelf, rot op man. En ja, okay, dat is wel precies met die, wat ik zei, die filmtrailer. Waarom zijn er na 80 jaar nog steeds dezelfde filmtrailers? Met dezelfde voice-over. There's a man. There's a man. On the run. Je hebt hetzelfde. Je ziet de hele film. Maar al die schijnspoilers. Ik zie gewoon alles. Ik zeg, wat de fuck doe je? Warner Brothers, wat doe je? Maar ik keek wel eerlijk. Dan kijk je alleen maar trailers tegenwoordig. Dan maar, heb je die hele film al gezien eigenlijk tegenwoordig. Hij denkt die 11 euro, die spaar ik maar uit, weet je wel. 11 euro? Is hij toch? Bij ons is 17 euro, vriend. Maar hij was gewoon nog 11 euro. Maar 11 euro. Maar ja, jullie wonen natuurlijk aan de andere kant van Nederland. Wel gezellig, maar. Met je armoede. Nee, maar weet je, het is natuurlijk ook moeilijk. Over, we gaan nu ook even hebben over DJ's en influencers. MC's. MC's, I love you. Wat kunnen zij doen om heel tijd relevant te blijven elke week? Want... het is best moeilijk. Wat moet een DJ vertellen? Hey, ik ben aan het draaien, leuk. Hey, ik draai nu een andere club, leuk. Wat moet hij vertellen? Kijk, als je elke week een bijlands boekje hebt in je pasja, ja, dan heb je toffe content. Maar soms sta je gewoon in een soort schuur in Eindhoven. Mm-hmm. Leuke schuur, met Aaron. Maar hij is niet mooi voor beeld. Wat doe je dan? Dan vraag ik hem chillen. Ja, nou ja, ik denk dat het niet alleen maar gaat over je werk. Ik denk dat mensen gewoon vooral willen zien wat je dagelijks doet, waar je mee bezig bent. En dat is echt dat saai, mijn leven is echt saai hoor. Ja, maar dat daar gaat het all about it. Zelfs mensen die er echt niet toe doen, die jonger zijn, posten de hele dag door wat ze aan het doen zijn. Kijk, ik ben een klassieke man. En wat je zegt klopt ook. Ik ben een klassieke man. Ik vertel nooit mijn emoties. Ik vertel nooit als iets aan de hand is. Ik haal altijd alles van mezelf. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik moet me toch uiten. Juist. En ik moet er gewoon zeggen wat ik vind. En als consequentie zei dat ik bijvoorbeeld zeg... ik vind DJ's die zelf MC'en verschrikkelijk. Stop ermee. Het lucht gewoon op. Het lucht gewoon op. Fijn, gelukkig. Het lucht op. Jij weet het. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon die podcast doen. Om aandringen van natuurlijk mijn lieve Tim. Mijn tweede vrouw. Hoi Tim. En ik ga het gewoon doen. En als het gewoon consequentie heeft dat mensen boos om worden... nou, dan is het maar zo, weet je. Ja, dan is het maar zo. Maar ik heb wel mijn hart gelucht. En... dat vind ik zelf wel fijn. Maar mij de hele dag filmen... achter de computer 10 uur editen of muziek maken... is echt fucking boring. Is echt fucking boring. In principe kan je ook het faken... maar dat vind ik niet leuk. Zoals Desperate Housewives Amsterdam. Is echt een programma. Maar waarom is het vermakelijk? Omdat het allemaal geregisseerd is. Het is allemaal gescripted. Maar als het nu reality is... is dat niet de optie voor DJ's, MC's en influencers? En mooi boys, zangers, slash content creators? Nee. Jij wilt gewoon het real blijft. Ja. Je hoeft niet alles te vertellen, maar ik denk dat het wel zo is. Als jij een artiest of een DJ of whatever wil zijn wat in de picture staat, dan moet je ook je kwetsbaar durven op te stellen. En wat is kwetsbaar? Bijvoorbeeld zeg maar, ik zeg, je kat is gestorven. Nou ja, nee, dat zou ik... ja, kan. Missie zitten. Je kwetsbaar opstellen betekent niet per se dat je in een slachtofferrol moet gaan zitten. Maar het betekent wel bijvoorbeeld van... stel je voor, je had vandaag iets meegemaakt. Dan hoef je meteen heel zielig iets te vertellen. Maar je kan wel vertellen van... hé, ik heb dit meegemaakt. En mensen dan zeggen van... hey, nou, heb ik laatst ook meegemaakt, weet je wel. Een soort erkenning. Ja, en dan gaan mensen zich aan jou binden. Ja, wat je zegt klopt helemaal. Maar wat ik altijd had, is van... een goed voorbeeld. Ik zag een keertje interview van... ik ging over Bad Hari en die had echt een hele slechte naam op een gegeven moment, toch? In Amerika interesseert het helemaal niks. Hij zei, nee, één of het interesseert is dat hij wint. Het ziet helemaal niks. Ja. En dacht ik, wacht even. Want Franklin, die praat veel. I love it, maar nu is mijn beurt. Ik denk, het maakt helemaal niet uit dat ik een slechte dag heb. Dan weet ik wel dat er iets gebeurd is, weet ik veel wat. Het is niet belangrijk. Eén of wat belangrijk is dat ik gewoon positief ben. De vrolijke jongen die ik altijd ben. En mijn best geef met draaien of met mijn festival. Dat ik iemand een leuke dag geef met muziek. Maar ik kom erachter, nee, dat is niet genoeg. Je moet ook de andere kant wel laten zien. Er moet een balans zijn. Ja, want anders ben je gewoon een soort van positiviteitsrobot. Ja, dat ben ik ook. Ja, maar dat is ook goed. Ik ben ook precies zo. Maar ik merk ook van, als ik pas laat zien wat de andere kant is, dan zien ze, oh, hij is een mens. Ik bedoel, oh, hij is een mens. Laat me nu voel ik ook, ik voel die dingen ook. Dan gaat iemand met je verbinden. Ja, klopt. Maar het is natuurlijk, ik zie ook een paar Facebook berichten, Instagram berichten van bepaalde DJ's, Afro DJ ook. Echt met een hele lap tekst. Ik denk, hey, het is interessant dat je ruzie hebt. Het is helemaal niet interessant. Ja, nobody cares. Maar ik vind ook een beetje verantwoordelijkheid naar de jeugd toe, zeg maar. Shirt.
Ik vind ook als artiest zijn, dan moet je ook gewoon verantwoordelijkheid geven aan de jeugd. Want de jeugd, het lijkt alsof iedereen elkaar voor de gek houdt. Iedereen doet maar stoer. En iedereen speelt maar mooi weer. En die zijn gewoon jongeren die kijken erop en die denken dat het normaal is. Weet je, en die vergelijken, hun dieptepunten met het hoogtepunt van andere mensen. Dus eigenlijk is social media een soort van een showreel geworden van alleen maar hoogtepunten van mensen. Mm. En je geeft eigenlijk een heel verkeerd beeld uit. Over de nieuwe generatie. Moet ik nog een verhaal vertellen. Zonder te zeggen waar die werkt, want dan weet je meteen wie het is. Er is een DJ die ik in 2021... En twee, dat je denkt dat je beter bent dan ik. Alsjeblieft. Piep, piep. Oké, dat was genoeg. Dat is een nieuwe generatie. Ja. En ik zag Tim echt heel bang worden, maar maakt niet uit. Yeah. En maakt niet uit, als ik je verkeerd zeg, dan doen we even nu een dolfijnstemmetje. Hey, hij kan heel goed, hij kan heel goed een dolfijnstemmetje nou doen, doe maar. Precies dat. Was je tegen mij kouden? Nee, vriendelijk. Het is, weet je, het mag gezegd worden. Ja. En dat is een beetje hoe ik me voel. Ik kan me uiten. Ik kan zeggen wat ik wil. Het heeft consequenties. Maar het is een toxic scene eigenlijk. Het is wel een toxic scene. Ja. Maar hoe is echt onderling de... Ik ga even bij jou. Want bij jou in stand. Je bent natuurlijk een van de weinige vrouwen. Klopt. En altijd wat ik leuk vind, zie je een mooie prachtige dame zo met die zware kamer. Dan denk ik, dat is leuk. Dat is grappig. Dat is erg vet. Maar zijn er meer vrouwelijke... Ja, die zijn er wel, hoor. Waar zijn ze dan? Namen? Enige mensen die promotie is jullie. Ja, nee. Wacht. Tim doet de meme ding. Wat doe je? Loop je tegen een muur? 55. Is 55 al? Ja. Het is nog 5 minuten. Ja. Oké, okay, dan. Het is wel een lekkere podcast. Je krijgt het meer als het interessant is. Ja, oké, okay, nou, kom op. Oké, laten we hebben over seks met... Sex always sells. Seks met je klanten. Hoe is dat? Nee, oké. Okay. Oh, sorry, ga door. Nee. Kijk, er zijn er wel wat vrouwen, maar... Waar je seks mee hebt? Oh, sorry. Nee, wat echt. Sorry. Dit was fout. Mijn fout. Grapje. Stom. Hashtag me too, nee. Hashtag cancel die shit. Mijn excuses. Sorry. Ja, tegenwoordig kan je niet meer zeggen. Nee, maar er zijn wel wat vrouwen, maar inderdaad in de minderheid. Dus dat is wel... Maar jij had een andere vraag, want jij stelde de vraag hoe het onderling in de samenwerking gaat. Ja, want ik denk, hoe ik het hoor, alle cameracrews haat elkaar. Het lijkt wel een soort gangs. Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, als ik het vergelijk met DJ's, kijk bijvoorbeeld... Luister. Ik hoor het. Ik ben geen editor. Het zijn gewoon een aantal klootzakken die er zitten. Het is logisch, net zoals met want DJ's. Jullie allemaal pakken Arons baan eigenlijk af. Dat doen jullie eigenlijk. Maar dat is ook niet waar. Ik zei zelfs, ik zou samen met hem iets doen. Weet je? En een jaar erop dump je hem. True. Nee, nooit. Het was de enige guy die mij niet naar de meisje stuurde. Ja, begrijp je? Nee. Je moet krachten inzetten. Het is bij kamer mensen gewoon anders. Want je hebt soms met in de stijl. Soms komt de klant, is niet mijn stijl, dan geef ik het door. Maar bij de DJ's en MC's is het echt een andere level. Maar... Ik merk het bij content creators toch echt wel anders. Je hebt wel soms wel dat iemand je weg gaat afkraken, bijvoorbeeld omdat. Maar niet. Nee, niet op die level hoe onder de DJ's zijn. Ik denk dat je juist ook, als je met mensen een beetje op een level ligt, dat je gewoon met elkaar kan sparren als je ergens niet uitkomt van hé, wat vind jij hiervan? Kun je even kijken ernaar? Dat vind ik ook. Dus dat is echt gewoon een voordeel aan je werk. Dat vind ik ook. Ja, maar je hebt ook meerdere niches en zo. Eentje doet corporate, eentje doet dit, eentje doet dat. En soms is je hebt ook vaak elkaar ook nodig. Want zodra een grote klus komt, dan moet je mensen in. Juist. Ja, en bij een DJ, je hebt gewoon 1 uur. Je gaat niet willen delen met iemand anders. Het is gewoon ellebogenwerk. En het is vaak gewoon smaak of komt niet lekker uit. Maar het is echt niet op de level. Ik hoor de frustratie van Franklin, maar dat is voor een andere episode. Want dan gaat hij 3 uur door. Oh jee. Je gaat een half uur iemand, hè? 3 uur gaat het door, uncensored. En dat wordt echt de laatste interview van Franklin Ever, want daarna wordt hij neergeschoten, denk ik. Jeez. Ja, maar kan toch? Je weet het niet. Ik weet niet hoe die DJ's zijn. Gasten. Okay, ja. Wat bedoel ik nou? Als het over muziek of film gaat, dan doet hij aardig. Als het over DJ's hebben, dan maakt hij me gelijk. Maar muziek maken, draaien is bijna hetzelfde als editen. Toch, Franklin? Je hebt wel bepaalde raadplakken. Het is hetzelfde idee. Iedereen blijft boeien. Jij zegt altijd, de juiste timing met muziek en beeld maakt het verschil. Precies. Ja, maar dat is wel waar. Ik merk wel, als een editor geen muzikale achtergrond heeft, die zet die kats op gewoon rare plekken. Ja, dat is waar. Eén ding, dat is waar. Mensen die een clip maken en die gewoon een liedje onderzetten en niet klopt op de beat, niet klopt op de maat, dat mensen dat stop.
stop ermee. Stop. Dat is verschrikkelijk. Wanneer je een edit maakt op muziek en... Nee, gewoon, je ziet gewoon dat we al de bier aan gooit. Verschrikkelijk. Oh. Maar dan vraag ik me af, hoe begin jij? Begin jij met eerst de edit en dan zoek je de nummer erbij? Of zoals ik altijd eerst de nummer en dan ga ik op de nummer eigenlijk editen? Nee, wacht, ik zal even vertellen. Als hij edit... Ik ben erbij geweest. Mij luistert hotelmuziek van die Braziliaanse bossa nova. Oh ja, dat is wel lekker. Dus de mainstage met Benny Rodriguez hoor je... In mijn verdediging, tijdens het spotten... Ja, ik luister echt wazige shit. Weet je wel, iedereen bossa nova. maar hè, dat vooropgesteld. Nee, ik denk dat er... tenminste, ik heb nog nooit gehoord van iemand die... het is natuurlijk een audiovisueel product. Maar het is makkelijker om het visuele... Tenminste, voor de meeste mensen die ik ken... Makkelijker om het visuele af te stemmen op de audio. Dan andersom. Vaak heb je ook niet de mogelijkheid om de audio van... die aangeleverd is, ingekocht is, nog aan te passen op het visuele. En ik denk dat dat eigenlijk is waarom het grootste deel van de markt begint met de audio en het visuele aanpast op de audio. Gewoon een technische limitatie of een rechte limitatie. De track is wat die is. Je lost me het audio. Ja, maar ik bedoel meer zeg maar de cut, zeg maar, op de maat, zeg maar, van de muziek, zeg maar. Soms doen ze altijd. De meeste mensen beginnen dus inderdaad met het leggen van een audiotrack. Daar zit het BPM al vast in en snijden dan op basis van de BPM en de herkenningspunten. Nou, er zijn wel verschillende manieren waarop ik werk, maar ik weet niet of dat voor jullie zo is, maar bijvoorbeeld met een videoclip, dan leg ik alle sporen boven elkaar en dan ga ik gewoon katten wat is het beste stuk daarvan. Ja, maar als het een aftermovie is, dan kijk ik echt van oké, welk gevoel krijg ik bij dit video, stukje van de beelden, muziek? Zeg maar. Ja. Ja, als mijn antwoord is echt even gelimiteerd op iemand heeft een optreden, we zitten in een festival setting, iets in die trant. Kijk, op het moment dat ik een verhaal ga vertellen en ik voeg daar muziek aan toe, dan pas ik natuurlijk de audio aan op mijn verhaal. Over muziek. Ja, maar om er terug te komen, ik heb een hekel aan dat soort edits. Dat je gewoon ziet dat de muziek niet klopt met de genieten. Het is lekker hoog beat zo. Oh, heerlijk. Maar waar ik ook lekker cringe. Maar waarom? Ja, ik zijn kokodansessen. Wie? Kokodansessen. Blitwis ben ik mee begonnen. Het ziet er leuk uit, de foto, een leuke film. Maar ik vind. Het maakt niet wie het doet. Niet jullie persoonlijk. Ik ken ze allemaal. Gaan jullie. Maar het is... maar ik ga nu stellig vragen. Zou het vandaag positief houden? Ja, positief. Dit is positieve wending. Ik vind Go-Go Danseres... Moeten we op Letten Wielers Festival 2024 wel Go-Go Danseres boeken? Oh jee, of niet Go-Go Danseres boeken? Want ik persoonlijk... Maar wat blijft er nog over volgend jaar? Ah, jullie. Geen artiesten, maar wel veel goede video-editors. Dat is slim om die te bezuinigen. Ja, toch. Iedereen boos maken. 30.000 mensen, 5 artiesten. Dit is Letten Wielers voor je. Oh, en vind je ook iets... Maar wacht even, wat vind je zo erg aan ze? Ik ben echt benieuwd. Wat is Go-Go Danseres? Wat ik wil het zeggen, maar dan verklap ik het een beetje. Oh, oké. Maar het eerste. De echte goede danseressen. Ik heb er geen uit. Doei. Nee, ik doe het niet meer. Het zijn meestal gewoon mooi. Het zijn heel mooi, heel knap en leuk voor foto's. Maar als je ziet bewegen op de muziek, denk ik... I pay for this? Maar ik wil niet veel zeggen. Het is iets waar ik een oplossing voor wil hebben. Ja, precies. En... Eigenlijk heb je een hekel aan het niet kunnen dansen. Eigenlijk heb ik hekel aan het concept. Oké. Want de go-go dansers dansen alles, maar niet wat voor muziek staat. Maar ik vind dat niet kunnen. Soms zie ik gewoon dat mensen in het publiek vaak beter dansen dan... Ja. Kan je een paar namen noemen? Nee, maar het is niet dat waar ik een jaar aan werk en niemand het kantoor snapt het, weet je. Met de podcast jongens, op kantoor, Sebastian, Elroy, Moenje, mijn bark. Maar als je portret schiet, dan heb je dus ook niet meer nodig. Je laat me niet uitpraten. Ik ben bezig met verandering. Okay. Wat het goede is van Letten Wielers. En wat het nog beter maakt. Die koken dan zegt ze, er is een mogelijkheid om het mooi te integreren. Mm. Het is een mogelijkheid dat het gewoon klopt met de show. Ja, precies. En niet nu dat ik denk van, het klopt gewoon niet. De meeste mensen interesseert niet, maar mij interesseert wel. Het klopt niet. Het is offbeat. Het kan beter. Ja, precies. Dus dat gaan we oplossen voor zoeken. Dus binnenkort hebben we een podcast met 4 boze kankerdansers. Oh. Oh, kijk uit hoor. Kom zo aan de comment. Oh ja, jou hebben we nodig. Nou, pas op, breek niet je nagel. Maar vind je ook niet dat wij bij Letten Wielers... Wij moeten bij Letten Wielers natuurlijk ook kansen geven. Ja, cringe, ik weet het. Wij moeten ook kansen geven aan andere mensen. Maar jullie zijn natuurlijk tof de bil editors, content creators, muts, pet, mooie vrouw, pet. Oké.
Vind je dat we een kans moeten geven aan iemand anders dat hij een speciale Latin Village editie kan maken? Die nu kijkt. Dat vind ik eigenlijk wel... Ja. Wat een enthousiasme. Dankjewel, Michelle. Waarom niet? Ja, ik vind het wel leuk. Wil jij meedoen met de Latin Village 20 Anniversary Edit op onze reel? Sowieso. Mail ons op info@latinvillage.nl en we sturen je een pakket op. We zijn beelden. En de winnaar, die zit natuurlijk op de reel van Latin Village. Doen. Oké, okay, we gaan het even afsluiten, want Tim wordt al heel boos op mij. En hij moet natuurlijk naar huis. Hij moet de afwas doen en zo. Ja. hij is multitask, toch? Oké, wil jij nog iets zeggen aan de gasten? En waar ze kunnen zien, wat je Instagram-naam is? En ja. Yes, mijn Instagram... Wauw. Mijn Instagram-naam is Michelle Bras. Dus Michelle _ Bras met asset. Of Bras met asset movement aan elkaar. Het is een Bras movement. De man die heel veel gesproken heeft, meer dan ik vandaag. Je kan me vinden op... Pika. Top. Ja. Hey, mijn zoontje, kijk maar. Ik wil fijn hem eruit, helemaal niet uit. Ik doe mijn mannengeluiden eroverheen. Oef. Dat maakt het beter, ja. Oh nee, ja, ik ga wel hebben vandaag, hè? Daarom zegt Tim, na een uur stoppen, want ik ga na een uur zeggen we gekke dingen. Oké, okay, maar dus jouw Instagram-naam is? Ja, het is Franklin Rodriguez met een Q. Is dat diezelfde achternaam als Benny Rodriguez? Ja, maar ik heb ooit de G naar een Q veranderd. Maar zijn jullie familie van elkaar of zo? Nou, zijn moeder is mijn peetmoeder. Oh, vandaar, oké. Okay. Maar grappig, tweede Rodriguez. Ja, en... Eén is dun en lang en ander... Okay. Niet doen. I love you, Benny. Body shame, baas. Maar Maria, oké, jij hebt de Instagram naam. We zetten natuurlijk alles in de caption. Deze man heet natuurlijk Aaron. En hij is van Digital Outlaws. Hij is natuurlijk... Hij schiet die edit zo uit zijn mouw. Wat is je Instagram naam? Yo, maat, ik ga gewoon deze gebruiken. Ik schrijf aan die Instagram naam. Ik ga wel deze heel even gebruiken. We hadden het net over dames. Ik wil even een zieke shout-out doen naar Katinka voor die afgelopen 3 jaar dat er veel is. Ah. Ja, we hadden het net over dames. Girl power. Ik wou je echt in de reden vallen. Maar gewoon beste cameravrouw van Letterfinish. Wil ik even shout-out doen. Oké. Okay. Dus dan... Is hij klaar? Ja, maar dat was hem. Ja, die shout-out. Dat was mic drop. Ja, je hebt het gered dat de podcast niet gecanceld wordt. Dank je. Ja, ik heb al voorgesteld. Dus mensen kunnen mij vinden voor video content marketing. Gekke concepten. Crinzo.nl. Op beide Instagram. Gewoon website ook. Daar kan ik kijken, hè? Bij de toch? Maar mensen kunnen je ook boeken natuurlijk. Mensen kunnen mij ook boeken als artiest. Je bent een getalenteerde zanger. Deze man heeft ieder liefst er niks bij. Ja, dus jullie kunnen hem ook boeken via IAMV2. Ik ben een hele goede entertainer. Je kan me ook boeken als acteur als je films maakt. Je weet toch? I got you. Alles. Ik ga niet zeggen. In bedrijf. Ik kan hem boeken voor alles. Ook voor strippartijen natuurlijk. Als je oma jarig is. Ik kan wel heel goed dansen, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar zeg, wat ging je zeggen? Je wilt niet iets zeggen? Nee, ik hou daar niet van. Nou, weet je, het is wel natuurlijk zo. Ik heb één grote vraag en iets wat... ik wil eerst dat Tim het antwoord geeft. Okay. Wij, professioneel editors, waar ik onderdeel van ben. Wij hebben natuurlijk een programma waar we mee doen. Mm. Er zijn twee programma's die heel populair zijn. Oeh. Je hebt... Daar komt het er. Adobe Premiere. Ja, precies. En Da Vinci. Tim, waar kies jij voor? Ik ook. Wacht even. Jullie beiden? Allebei? Oké. Okay, ja, wel een combinatie met After Effects. Oké, nou dan moet je met Tim gaan samenwonen. Ja. Heb je maar één licentie nodig? Lekker goedkoop. Zijn de enige echte Premiere kost, komt de huur is €70 per maand. Adobe is gratis. En als je de full option wil, is het met €300. Da Vinci. Je zei Adobe. Da Vinci. Ja, ja, ja. Echt een pro's betalen voor kwaliteit, weet je. Echt een pro's betalen voor? Ja, kwaliteit. Ah, nee, iets anders. Maar jij bent toch een Da Vinci lover, zie ik. Ja, gelukkig. En I like Da Vinci lovers. Yes. En maar vertel waarom. Nou, vooral omdat ik ook daarin ben gaan graden. En uiteindelijk vond ik het programma gewoon veel fijner werken. Het werkt sneller, toch? Ja, absoluut. Maar wat is de reden dat die twee oude mannen nog steeds met Premiere werken dan? Ja, dat... Ik ook trouwens, hoor. Ik hou wel van Da Vinci, though. Zeg maar wat ik hoor van ze, maar ik moet nog mezelf verdiepen in het programma. En dat ik gebruik het wel voor calibrating. Dat is meer. Hij geeft dat wel, maar hij geeft het antwoord. Als je 10 jaar met Premiere hebt gewerkt, het is net als vreemd gaan met Da Vinci. Je weet niet waar dezelfde knoppen zijn. Precies, dat is het wel. Je weet niet of ze het lekker vindt. Ik werk langer met Premiere dan dat ik voor Latin Village film.
Ja. Maar ik vind dat Da Vinci... Ga maar door aan, zeg maar. Ja, nee, moet je niet doen. Niet doen, niet doen. Ik gebruik beide. Het hangt af van het product en beide hebben hun sterke en zwakke kanten. En sommige klanten krijgen de ene, sommige de andere. Maar ik betaal voor beide. In deze community tijd kun je alles uitkomen. Maar ik heb zwaar geadviseerd. Gewoon resolve, weet je wel. Eén keer €300 dokken, ben er klaar. Precies. Doet alles wat je wil, man. Ik kocht een Black Magic camera. Als je veel effecten gebruikt, dan switch ik makkelijk van After Effects naar After Effects. Nee, maat. De tijdlijnen. De tijdlijn. Er is niet zo chill als dat je één product maakt en de klant zegt, lever mij daar 18 formaten aan. Hey, in Resolve, helemaal kut. Oh, zo. Weet je hoe chill dat in Premiere is vergeleken met Resolve? Ja. En, gewoon een stom voorbeeld, maar echt een praktisch voorbeeld. Als dus een klant zegt, ik wil het graag vierkant, ik wil het graag story, ik wil het graag verticaal. Ja, sterker nog. En dan wil ik het ook nog eens een keer in 4:3. Er is geen plek waar ik dat zo snel kan exporteren als in Adobe. Nou, maar sterker nog, bijvoorbeeld als je een Photoshop bestand krijgt, PDF, en de klant heeft een aanpassing gedaan. Ik hoef alleen maar in te laden en hij past hem automatisch in After Effects aan in Premiere. Ik hoef niks meer te doen, opnieuw exporteren en klaar is Kees. Mm. Ja, dan kan je bij die ander vergeten. Ik zeg gewoon Da Vinci. Ziet er leuker uit. Mm. Leukere kleurtjes, makkelijker. Mm. Mm. Hey, jongens, het was een geweldige podcast. Yes. Ja, heel erg geweldig. Applaus voor jezelf en like en subscribe. Like en subscribe. We gaan een klappen, jongens. Right now. Like en subscribe. Come on. Come on. It's a run. Wel een beetje snel. Zo, we gingen wel snel. Het gaat echt snel op een gegeven moment. Hij doet zo. Wat de fuck doet hij? Nee, het is niet dit. Ik weet nog niet wat je doet. Hij moet alarm afspreken. Alarm afspreken. Hij doet elke keer. Vorige keer deed ik het zo en ik deed dat. Dan is het 4-0. Softly creeping.